Het is maar de nummer 7 tegen de nummer 6. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Maar het is een bolle derby. En kijk eens wat een sfeer. Veel Quick Boys supporters meegekomen. Maar ja, met zoveel troep op het veld. Moeten we weer even terug naar binnen. En moet Paul van Helm, de aanvoerder, de doelman van Quick Boys, de supporters even tot rust manen. Anders kan er niet begonnen worden. Gelukkig wordt het rustig. En kunnen we beginnen op een chock vol Middelmoors. Op een heerlijke lenteavond in Rijnsburg. Waar Quick Boys via Kagati de eerste dreiging heeft. Pas op Maatsen is net niet op maat. En dus kon Zonneveld onderscheppen. Maar dit is opnieuw Quick Boys. Kagati. Runderkamp. Runderkamp heeft een aardig schot. Zoekt ook de mogelijkheid om uit te halen. Maar deze uithaal, daar ligt Wesley Zonneveld niet wakker van. De thuisploeg dan met Zandbergen. Zelden rust, Zandbergen. Dit kan de eerste dreiging worden. Maar de aanname van Jeroen Spruit is niet goed. En dus kan Van der Helm rapen. En blijft het 0-0 op Middelmoors. Gielissen. Spruit, Van der Moot gaat en krijgt de bal. Goede bal van Gielissen. Van der Moot oog in oog met Van der Helm. Maar Van der Helm blijft goed naar de bal kijken. Van der Moot met de herkansing en Spruit niet met de schietkans. Beste mogelijkheid voor Rijnsburg. Maar nog altijd 0-0. Aanval van Quick Boys. Loopt Spaak. Jongenelen wordt bereikt. En Willem Kamp doet dat goed. En dan een glijpartij van El Kagati is dat volgens mij. Maar die staat op en komt er gewoon langs. Dan is daar de overtreding van Bram Ros. Maar de actie was aardig van El Kagati. De vrije trap voor Quick Boys zou uiteindelijk niets opleveren. 0-0 de ruststand. Na rust de hoekschop kort genomen. En 1-0. Het is Spruit die hem binnenkomt op de voorzet van Zeldenrust. En dan leidt Rijnsburgse Boys komen. Voet dwars gezet. Wankwo. Wankwo, dat is een hele snelle. Daar samen met Runderkamp. Wankwo weer. Ros in de achtervolging. Voorzet en mogelijkheid voor Van Kippersluis. Maar hij gaat over. Opnieuw Zeldenrust. Opnieuw een doodspelmoment. En opnieuw een goal. Bram Ros dit keer. Quick Boys geslacht op doodspelmomenten. De hoekschop in minuut 48. De vrije trap in minuut 56. Beide keren is Zeldenrust de aangever. Dit keer Ros de afmaker. En wat staat hij vrij. En dan moet Quick Boys wat gaan verzinnen. Runderkamp, de routinier, mag dat doen. Nick Runderkamp, wat verzint hij? Dit zal het niet zijn. Hij laat de bal aan Bram de Bruin. En die heeft de vrije doortocht. Bram de Bruin. En die lijkt handbaar ook nog. Maar hij zit wel. 3-0. Na 71 minuten. Ongelofelijke fout. Van routinier Nick Runderkamp. Die laat zich hier heel makkelijk van de bal zetten door Bram de Bruin. Die de vrije doortocht krijgt. En dan lijkt dat schot ook nog wel handbaar voor Van der Helm. Maar hij houdt hem niet. En dan, je durft het niet te zeggen, na AFC Koninklijke HFC van afgelopen zaterdag lijkt de wedstrijd al wel gespeeld. Zeldenrust, 2 assists, komt er ook nog een goal van Virgil Zeldenrust, net niet. Het blijft 3-0. Maar Zeldenrust is en blijft gevaarlijk. Quick Boys, nog wat stuiptrekkingen. Van Haren raakt de bal niet goed, krijgt hem in de kluts terug. Redding is van Zonneveld, mag Van Haren nog een keer en dan is het schot geblokt. En Rijnsburg uit de zorgen. Quick Boys, nog een keer. Dit is een kans voor vroeg in de wei de invaller. Die hadden ze misschien wat vroeger in de wei moeten brengen. Nu is die nog niet helemaal warm en schiet hij naast. Het blijft 3-0. Rijnsburgse Boys wipt over Quick Boys heen. Grunholz kan zijn wonden gaan likken.